Harold Hofstra beleefde in 2018 zijn vuurdoop als politicus. Als gedeputeerde voor de ChristenUnie werd hij het mikpunt van veel protesten tegen de leefomstandigheden voor de dieren in de Oostvaardersplassen. En ook het verdachte pakketje waardoor Half Lelystad eind oktober vastliep was aan hem gericht. Meneer Hofstra, u bent nu in 2019 beland. Bent u blij dat 2018 achter de rug is? Nou ja, blij. Het was me wel een jaartje in dat opzicht. En ja, als iemand mij op vorig jaar om dezezelfde tijd op deze plek had gevraagd van wat verwacht u van 2018, had ik misschien veel antwoorden kunnen geven, maar niet een antwoord zoals het nu is gegaan. Nee, want als we even teruggaan inderdaad naar 3 januari 2018... toen was u nog gewoon statenlid, hè? Ja. Fractievoorzitter voor de ChristenUnie. En u werd na een wisseling in het college afgelopen voorjaar, eind maart, gedeputeerde met in uw portefeuille dierenwelzijn Oostvaardersplassen. Ja. Had u toen meteen al door wat u zich op de hals haalde? Ja, kijk, de natuurportefeuille, kijk, die komt dan wel te sprake natuurlijk als je in zo'n proces zit met onderhandeling van wie gaat wat doen. En je weet, bij de natuurportefeuille zit gewoon ook het dierenwelzijn Oostvaardersplassen in. Op dat moment was er natuurlijk ook wel wat gaande in de Oostvaardersplassen. Ja, want uw voorganger had toen net de winter meegemaakt met ook protesten, hè, ja, van mensen die zeiden, ja, de dieren moeten bijgevoerd worden. Klopt, en er was net een besluit genomen om bij te voeren. Ja. Dat was eigenlijk net voordat voor de wisseling van de wacht eigenlijk gebeurd. Dus de controverse die was al volop aan de gang? Die was al volop aan de gang, maar het was een andere dynamiek als dat eigenlijk na maart op gang kwam eigenlijk in het hele traject. Ja, en dan loop je wel tegen de nodige dingen aan in de afgelopen maanden. Had u getwijfeld? Nee, ik heb niet getwijfeld. Omdat, daar sta ik ook nog steeds ook wel achter. Ik ben als statenlid, had ik ook al duurzaamheid in de portefeuille. Had ik ook Oostvaardersplassen ook in de portefeuille. Ben ik ook betrokken geweest bij het initiatiefvoorstel, zoals dat ook is opgesteld, op initiatief van SGP en VVD. Waarbij we ook zeggen, er moet iets veranderen in het gebied. En daar stond ik echt achter. Dat de situatie van afgelopen winter met zoveel dieren die daarin overleden. Ja, dat was een situatie waarvan ik zei, dat moet veranderen. Dat kwam echt uit uw hart, het roer moet om. Ja, het roer moet om. Ja. En u was dus ook bereid om daar zelf aan mee te gaan werken als gedeputeerde? Nou ja, ik vind wel, als je dan politieke verantwoordelijkheid neemt, je krijgt de kans of je krijgt de mogelijkheid om dat ook op die manier ook vorm en inhoud te geven. Ja, dan moet je niet weglopen. Ja. Maar goed, u had natuurlijk wel meer in uw portefeuille. U deed ook financiën, plattelandsbeleid. Althans, dat doet u nog steeds. Maar de Oostvaardersplassen, hebben die nou het afgelopen jaar het leeuwendeel van uw werktijd opgeëist? Nou ja, dat lijkt er wel op. Omdat daar natuurlijk een ontzettend grote media-aandacht op zat. Dus ja. Het leek alsof alles over de Oostvaardersplassen draaide. Maar ondertussen gaat ook gewoon het werk van begrotingen, ook krachtige samenleving zit ook in mijn portefeuille, ook het ziekenhuis. Ja. Ben ik ook nadrukkelijk bij betrokken geweest de afgelopen maanden. Dus ja, ook alle andere dingen gaan ook wel gewoon door. Maar dat was wel een tropenjaar. Nou, sommige mensen zeggen wel eens tegen mij van ja, je pakt of je maakt nu mee 1 jaar als bestuurder. Wat menig bestuurder in 4 tot 6 jaar eigenlijk niet meemaakt. Ja, heeft u er een nachtje minder om geslapen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat het me wel. Ik heb er geen nacht minder om geslagen, maar het heeft me wel eens wakker gehouden. Van inderdaad, en natuurlijk, ook ik twijfel wel aan de besluiten die we moesten nemen. En waar zat die twijfel dan? Nou ja, kijk, we hebben zoveel mensen gesproken, ook mensen die een bepaalde expertise op het gebied hebben. En op een bepaald punt moet je dan toch een keus maken. En niet al die expertises spreken precies in dezelfde lijn met elkaar. En ja, we lachen wel eens te malen van, doen we er goed aan om dat advies te volgen en dat naast ons neer te leggen? Ja, ja. Dan dat zijn wel de afwegingen die je dan moet maken. En kunt u dan iets specifieks noemen wat u dan wel eens bezig hield? Nou ja, bijvoorbeeld inderdaad met die anticonceptie van de dieren. Van ja, daar heb ik echt wel over. Moeten we daar niet gewoon eens een soort, ja, noem het een experiment, of moeten we daar niet gewoon mee beginnen? En want dan hoef je minder dieren dood te schieten. Bijvoorbeeld, of toch het vangen van de dieren, de herten zelf. Heel veel mensen zeiden, het kan wel, ze kunnen wel gevangen worden. Ja. En dat heeft me echt wel een aantal, de keer dat ik echt bij mijn eigen dacht, ja, is het nou toch echt wel verstandig dan het besluit wat we wel of niet gaan nemen? Ja. Ja, en dan spreek je toch ook, maar dan spreek je bijvoorbeeld ook met de RDA, de Raad voor de Dierenaangelegenheden, waarbij 40 organisaties aangesloten zijn. En die zeggen echt, en dan lees ik ook de rapporten door, ook van de ervaringen die zij ook hebben in het verleden. En dan denken we maar, ja, het is ook niet te vergelijken met de dieren die toen de tijd zijn uitgezet in de Oostvaardersplassen. Die kwamen van de hertenfarm af. Die waren inderdaad toen te verplaatsen. Maar die dieren zijn in die 20, 30 jaar zo verwilderd. Dat is een ander soort hert. Dus nou ja, en die hebben mij ook wel overtuigd
dat ze zeiden van nou, verplaatsen is geen optie. Maar toch, dat u zo lang over dat soort dingen nog hebt over nadenken, geeft dat nou ook niet aan dat de oplossing die uiteindelijk gekozen is rond die hert, het schieten van ruim 1800 dieren, doodschieten daarvan, dat dat eigenlijk toch een beetje indruist, dat u ja, liever toch een andere oplossing had gehad? Nou ja, ik heb dat eigenlijk altijd gezegd. Ik ben wel altijd vanaf het begin eerlijk geweest. Ik sluit afschot niet uit. Dat heb ik echt vanaf het eerste begin ook gezegd. Maar ik wil wel op allerlei. Ik wil wel mezelf recht in de spiegel kunnen aankijken. Dat ik wel alle opties ook echt serieus overwogen heb. En ik merkte dat dat me ook nog wel eens. Dat raakte mij ook nog eens persoonlijk. Als mensen zeiden van ja, die Hofstra kiest voor de goedkope manier of de goedkope weg. En gaat maar zomaar over tot afschot. En nogmaals, ook de staat. Er is in de staat echt een heel stevig debat over geweest. Ook de statenleden die voor het rapport van Geel hebben gekozen, ja, die wisten ook dat dit een consequentie kon zijn. En die hebben ook dat niet lichtvaardig genomen. Ja. Direct hiermee te maken waren de confrontaties met de actievoerders. De spannende rechtszaken die er waren. De interviews. Het was een bewogen jaar. Wat heeft het meeste indruk op u gemaakt? Nou, het meeste indruk op mij heeft wel gemaakt is de emoties in dit debat. En achter die emoties de oprechte betrokkenheid van de mensen. Want ja, je kunt de emoties ook afdoen als wat sommigen ook wel doen van joh, nou, je moet, nou moet je een keertje stoppen. Maar ik zie daar echt mensen die daar echt, als ik daarmee in gesprek ben, echt met tranen in de ogen. Het doet ze echt wat. En dat laat mij ook niet onberoerd. Nee, hebt u die emoties ook af en toe gehad? Nee, ik heb dat wel heel zakelijk altijd willen scheiden. Maar er is sprake geweest van bedreigingen tegen boswachters. Ja. Nou, ik noemde net even dat grappig bedoelde verdachte pakketje dat kennelijk zo bedreigend overkwam dat alle veiligheidsmaatregelen rond het provinciehuis in Lelystad uit de kast werden gehaald. Hoe hoorde u eigenlijk dat dat tegen u persoonlijk gericht was? Nou, dat hoorde ik later vanuit de driehoek. Politie, burgemeester. Ja, of politie, burgemeester en justitie. Dat inderdaad een specifiek iets gericht was aan mij. Ik kreeg toen ook nog niet te horen wat het dan precies was. Want dat was dan inderdaad datengevoelige informatie. En dat wilden ze dus inderdaad, dat deelden ze niet omdat dat het onderzoek kon belemmeren. Maar dat bleek dus later een enorme dildo te zijn. Ja, dat bleek inderdaad een grapje te zijn. Maar ja, het tekent misschien ook wel soms ook wel de naïviteit in dit dossier. Dat mensen niet beseffen hoeveel. Ook wat dit ook vergt, ook van het politieapparaat, van het ambtelijk apparaat, van allerlei diensten die er naast staatsbosbeheer ook nog bij betrokken. Zijn er eigenlijk nog andere momenten geweest waarop het heel dichtbij persoonlijk bij u gekomen is? Nou ja, het komt nog steeds wel op verschillende momenten ook wel redelijk dichtbij. Ook als je kinderen bedreigd worden. Of als, is dat gebeurd? Nou ja, er zijn wel bedreigingen aan mijn adres gekomen inderdaad. Nou ja, dat ze zeiden van, nou ja goed, eigenlijk zouden we met u hetzelfde moeten doen. Als met de herten, dus de jongen afschieten, dan weet u hoe dat voelt. Maar brengt zoiets je dan niet aan het twijfelen of je dit nog wel moet doen? Nou ja, het is blijkbaar iets van een tijdsgeest. Het is blijkbaar iets van een. Dat is waar wat u zegt, maar ja. Zelfs dat kan je dan ook nog wel aan het twijfelen brengen. Ja, maar aan de andere kant denk ik, ik ben redelijk nuchter ingesteld. In dat opzicht. Maar hoe is dat in uw directe omgeving dan? Nou ja, goed, kijk, vrouwen en kinderen vinden dat natuurlijk ook niet altijd even prettig. Zo simpel is het natuurlijk ook. En nogmaals, ook dat soort dingen, nou ja, dat speel ik ook gewoon netjes door richting justitie. Naar mij toe wordt, als ik dat op mijn bordje krijg, het gaat vaak via social media en dat soort zaken. Maar de echte bedreigingen die over de scheef gaan, die gaan gewoon naar de politie. En stel, het was nu weer 3 januari 2018. zou u weer beginnen aan een functie als gedeputeerde met deze portefeuille? Ja, geen twijfel mogelijk. Ik vind het echt een hele mooie functie, want je zit echt op een plek waar je het verschil kunt maken. En ik vind het gewoon leuk. Ook nog steeds de gesprekken ook met de mensen. Vanmiddag had ik weer spreekuur. Heb ik ook weer met 2-3 verschillende mensen weer gesproken, ook over de Oostvaardersplassen. Ja. Maar ik spreek zoveel andere mensen ook, of dat nou mensen zijn die bezig zijn met agrarisch natuurbeheer, of die nou bezig zijn op een andere manier, bijvoorbeeld binnen de krachtige samenleving, om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt verder te helpen, of dat ik nou op werkbezoek in een verzorgingstehuis ben. Ja, ik denk, het is zoveel fijn. Noem hoe typeert u zelf het afgelopen jaar eigenlijk? Nou ja, het was wel een aardige rollercoaster. Ja. Als je eigenlijk binnen 3 weken dat je net gedebuteerd bent al op het NOS Journaal en Hart van Nederland, RTL Nieuws bent, dan
Ja, dat is wel een aardige rollercoaster. Ja, en zou dat nu voorbij zijn? Want als we het even de realiteit onder ogen zien, rust zal toch wel niet meteen weer keren. Hè? Nee, 2019 wordt niet rustig. Nee, ik schat ook niet in dat het direct, zomaar over is. Want er zijn ook nog steeds natuurlijk wel groepen demonstranten ook betrokken bij het geheel. En we zitten ook. Ik zie 2019 ook echt wel als een soort overgangsjaar. Omdat we inderdaad het nieuwe rapport van Van Geel, of het beleidskader van Van Geel, hebben we niet van vandaag op morgen zomaar even uitgevoerd. Nee, dit is eigenlijk het jaar waarin het afschieten van de herten gaat gebeuren. Het verplaatsen van de koningpaarden. Ja. Overigens is daar net vandaag weer over bekend geworden dat ook de koningpaarden in het Oostvaardersveld zullen worden verhuisd. Althans, geloof ik, in ieder geval 2/3 daarvan. Hoe zit dat? Nou, dat is inderdaad dat is een gebied ten zuiden van de Oostvaardersplassen. Een van de randgebieden van de Oostvaardersplassen. Wat we ook daar geconstateerd hebben is ook dat daar de verhouding ook tussen de hengsten en de merries, dat was niet in orde, er waren te veel hengsten. En uiteindelijk is de groep te groot geworden, ook voor de draagkracht van het gebied. En daarom hebben we samen met Staatsbosbeheer ook besloten dat er pakweg 60 dieren verplaatst worden naar andere natuurlijk. Van de 90. Ja. Ja, maar dat staat los van elkaar. Dat staat in principe los van elkaar, maar goed, aan de andere kant, veel mensen zien dat natuurlijk wel als één gebied. Hè? Want het wordt door een weg eigenlijk scheiden beide gebieden. Maar het hoort wel bij elkaar in zoverre dat veel mensen ook naar de paarden in het Oostvaardersveld kijken. En die worden ook gevangen straks? Ja, er komt een mobiele vangkraal. En die worden ook. Beetje hetzelfde procedure als in de Oostvaardersplas. Klopt. Ja, ja. En die worden dan verplaatst naar? Die worden verplaatst naar een 2-ton natuurgebieden in principe in Nederland hier. Hmm. Ja. En daar kunnen ze dan gewoon hun leventje voortzetten. Daar kunnen ze weer in principe gewoon hun leven voortzetten. Ja. Ja. U had het er straks al over. U geeft een spreekuur, heeft u ingesteld. Ja. Om met iedereen te kunnen praten, ook over de Oostvaardersplassen, neem ik aan. Wordt daar veel gebruik van gemaakt? Nou, er komen zeker. Er is ruimte voor 3 personen per spreekuur. Ik merk dat tot nu toe is er op ieder spreker, ik heb er nu 3 gehad, 2 personen zijn gekomen. Nou, dat wordt goed gebruikt. Dat varieert van mensen die vanuit een actievoergroep betrokken zijn. Tot ook, ik heb ook een meisje van 17 met haar moeder gehad, die voor een schoolproject iets wilde doen. Professionele organisatie. Dus nee, dat wordt goed gebruikt. En wat zeggen ze dan? Nou, het is vooral ook naar elkaar luisteren. Ook het uitwisselen ook van ideeën. Maar lukt dat ook? Want ik heb wel af en toe wat van die protestbijeenkomsten gezien rondom de Oostvaardersplassen. Ja, naar elkaar luisteren is dan vaak niet iets wat helemaal voorop staat. Nee, dat was ook spannend. Maar tot op heden merk ik gewoon dat de mensen, het is denk ik ook een bepaalde groep mensen die ook daar wel naar het spreekuur komt, die ook gewoon serieus ook met mij in gesprek daarover willen gaan. En ook met gewoon hele goede suggesties komen. En ook met goede tips ook komen. Oh ja. Oh ja. Ja, die ik ook mee kan nemen, ja. Nou ja, bijvoorbeeld over de beschuttingsmogelijkheden. Nou ja, zijn die richels in het gebied, zijn die nou wel of niet hoog genoeg? Hm. Nou ja, daar twijfelden veel mensen aan. Dat kreeg ik een paar keer ook te horen. Nou, toen heb ik gewoon met Staatsbosbeheer ook over gesproken. We gaan die richels dus verhogen. Zoals naar aanleiding van suggesties van het publiek gebeurt. Komen er ook vragen over andere portefeuilles van u? Tijdens het spreekuur, nee. Het is echt. Nee. Ik heb nog niet iemand die over de begroting met mij wil praten. Of met andere onderdelen. Bijvoorbeeld vitaal platteland. Of de ontwikkeling van krachtige samenleving. Nee, het is wel Oostvaardersplassen wat de klok slaat. En nou zijn deze spreekuren natuurlijk aangekondigd. Op het moment dat het nieuwe beleid definitief was vastgesteld. Is dat niet een beetje mosterd naar de maaltijd? Nou nee, dat vind ik niet. Omdat ik vind je moet in alle tijden altijd ook met elkaar in gesprek ook blijven gaan. Maar we hebben een proces gehad. Een voorbereidingsproces waarin Pieter van Geel, die het rapport van Geel heeft geschreven, in gesprek is geweest met meer dan 40 organisaties, op allerlei manieren betrokken bij dierenwelzijn of andere manieren vanuit natuur. Toen is dat rapport in de politieke arena, waar het ook hoort, is hier ook besproken. Er hebben allerlei mensen ook allerlei input kunnen leveren. Want dat was het moment ook om de Provinciale Staten ook te beïnvloeden. Dat hebben ook heel veel organisaties en mensen ook gebruik van gemaakt. Toen is er een besluit ook genomen over het beleidskader. Nou, en dat is wel mijn kader waar ik ook zeg in het gesprek. Aan het begin van het gesprek, als u met mij in het gesprek wil dat ik het beleid ga veranderen, dan moet ik u teleurstellen. Dat gaat niet lukken. Ja, maar daarom zeg ik ook mosterd naar de maaltijd. Nee, maar omdat er binnen dat beleid zitten juist zoveel nuances en zitten juist ook zoveel. Ik wil graag die creativiteit of die betrokkenheid die er bij mensen is, juist ook uitnutten om inderdaad. Ik weet ook niet alles, Staatsbosbeheer misschien ook niet. Hoe kunnen we dat ook proberen ten goede te keren? Ja. Is het begin januari. Vreest u nou ook het moment dat we weer echt winterweer gaan krijgen? En dat er weer protesten komen tegen voedselgebrek, hè, zoals we dat vorig jaar winter ook hebben gehad? Nou ja, kijk, tot op heden hebben we natuurlijk wel uitzonderlijke hete zomer gehad. En op zich is het nog steeds een hele zachte winter. Ja, daar bent u blij mee?
Ik ben er zeker wel blij mee. Ja. Houdt u ook echt de weersvooruitzicht in de gaten? Nou, nee, zover gaat dat niet. Maar ik moet zeggen, ik heb wel aan de voorkant hebben we wel als college van GS hebben we wel gezegd, we moeten van tevoren een protocol opstellen over wanneer gaan we bijvoeren. Die discussie moeten we niet hebben als er al 5 dagen sneeuw ligt. Die discussie moet je nu hebben, nou, de situatie nog goed is in het gebied. En dat hebben we dus ook vastgesteld. En op basis daarvan hebben we dus ook een goede handleiding of een richtlijn wanneer we ze gaan zeggen, we gaan bijvoeren. Maar goed, zelfs dan kan je nog de situatie krijgen. Want vorig jaar werd er af en toe door sommige partijen niet eens geloofd dat er werd bijgevoerd. Nee. Dat er natuurlijk toch protesten zijn. Klopt. Ja, dat sluiten we ook niet uit. Maar we proberen hier wel over te blijven communiceren. We gaan ook naast de spreekuren ook schuurgesprekken organiseren. Schuurgesprekken? Ja, schuurgesprekken. Ja, de naam is gewoon, het mag letterlijk en figuurlijk, het mag schuren, die gesprekken. Maar het is ook op locatie. In de schuur? In de schuur. Dus we willen ook met groepen mensen daar ook het gebied in gaan. Ook met hen in gesprek ook gaan. In een wat bredere samenstelling. Ook om dit soort dingen ook wel met elkaar te blijven uitwisselen. Wat wordt nou het spannendste op dit dossier in 2019? Nou ja, ik denk dat we toch ook wel het spannendste al wel hebben gehad. In die zin dat we de rechtszaken waren inderdaad een spannend moment. Want toen had het beleid eigenlijk teruggefloten kunnen worden. Toen hadden we het beleid misschien moeten aanpassen of was het teruggefloten. Maar ik denk dat gewoon het komende jaar gewoon, vind ik de grootste uitdaging is hoe krijgen we ook weer de positieve punten ook weer van de Oostvaardersplassen weer onderaan. Want het is gewoon een prachtig gebied. Dat zou je bijna vergeten. Ja, want in feite, ja, ik zeg het ook altijd heel vaak, het is natuurlijk een vogelgebied. En het is nog steeds een geweldig gebied. En het kan echt mooier worden. En ik denk dat het met het plan van Van Geel ook echt mooier gaat worden. En ja, de grote grazers die domineren het nieuws. Maar in feite is dat een middel om het gebied mooier te maken. En dat moeten we wel beseffen. Ja. Harold Hofstra, gedeputeerde. Dank u wel en een goed jaar.